Ja, op de achtergrond hoort u een vioolconcert. En een vioolconcert van wie? Ja, van Amanda Mayer. Amanda wie, zegt u? Amanda Mayer. Een Zweedse violiste gaat naar Leipzig, krijgt de les van Reinicke, ontmoet daar Brahms, ontmoet Grieg en ontmoet Röntgen, Julius Röntgen. En er ontstaat een liefde, er ontstaat passie en ze trouwen met elkaar. Maar die Amanda was gewoon een fantastische muzikus, musicienne. Ze speelde prachtig viool en ze componeerde. Nou, er is net een cd uit ook met dat vioolconcert en dat is gewoon zo mooi. En nou, daar willen we u deelgenoot van maken. En Eva Stegeman, Volker Nauta, pianist, en Huib Rama, verteller, komen in het Bundtheater in Weert, in die schitterende Rikszaal, daarover vertellen, laten beelden zien en praten het een en ander aan elkaar, met natuurlijk veel muziekfragmenten. Ik zal u van tevoren inleiden in de plek waar Amanda Mayer als vrouwelijke componiste staat, in die top 25. Al die vrouwen die schitterende muziek hebben geschreven. En we gaan nu een lans breken voor Amanda en misschien later nog voor vele anderen. Ik nodig u uit, zondag 19 maart, Bundtheater Weert. 12 uur begint het concert, maar 11:15 zal ik u inleiden in de wereld van Amanda Mayer en de vrouwelijke componisten. Welkom 19 maart en tot volgende week. Dag.